Hey, leuk dat ik weer bij ben. Randy's Bierblog gaat niet alleen de hele wereld over. Randy's Bierblog houdt ook bij Nederlandse brouwerijen. Bijvoorbeeld uit Texel. Ja. Bedoel, het is een eiland, maar eigenlijk is het ook gewoon Nederland, toch? Bier van Texel. De Kouwe Scherpe Kop, als ik het goed heb. Scherpe Kop, denk het wel, toch? Het lijkt een beetje op Brabant, dus dat is waarschijnlijk de reden dat ik het redelijk goed kan uitspreken. Als het niet goed is, dan hoor ik het wel, hè, jongens, meisjes, dames en heren. Hij komt met 7,5% alcohol. Het is een winterbier. Ja. Veel van die. Moet ik dit zeggen in mijn review? Ik ga het gewoon zeggen in mijn review. In de coronatijd is het woord schapen veel genoemd. Niet door mij. Duidelijkheid, nee. I'm not a wappie. Maar wel door een speciale groep. Die heel veel leken, maar er gelukkig best wel weinig waren. Maar ook zeker geen oplossing waren voor het probleem. Maar goed, dat gaan we hier niet doen. We gaan geen politiek doen. En toch wilde ik het even zeggen. Sorry hoor. Nou ja, goed, dat is mijn mening. Als jij een andere mening hebt daarover, hè, dat mag. En dat is prima, want het is een vrij land. Dus gaan we er niet op aanvallen. Ook niet op mijn biersmaak. Die natuurlijk uitmuntend is. Hè? Ik bedoel, dat begrijp ik niet verkeerd. Dat weet ik ook wel, maar. Mijn meningen en zo, ja, die kunnen gewoon verschillen. Dat maakt jou geen minder mens. En dat zorgt er ook niet voor dat ik je als minder zie. Maar ik wil dat even gezegd hebben, toch? Ja, nou, deze review is echt wel diep. We gaan hem openen, want volgens mij heb ik gewoon een drankje nodig. Ja, ik denk het wel. Sorry, het was een beetje een lange dag voor mij. Een beetje een emotionele dag. En dan word je iets emotioneler met bepaalde dingen, of iets eerlijker althans. Hé, hey, maar deze reviews zijn altijd, of tegenwoordig althans, ungeëdit. Dat zorgt er ook voor dat ik nou op dit moment, je voelt hem al aankomen of niet, de fucking thumbnail wil doen. Zo, even een gekke thumbnail erbij. De aroma's zijn dus. Mijn bierviltje viel ernaast, daarom moest ik zo, daarom keek ik zo. Heel veel karamel. Wat ik al op het flesje stond, meestal lees ik het niet meer na, had ik het wel gezien. Maar het klopt dus ook gewoon. Het ruikt in eerste instantie voor mij persoonlijk niet gelijk naar een winterbier, want ik ruik wel karamel, maar niks echt kruidigs. Wel zoet, karamel. Ja, karamel is zoet natuurlijk, of course. Als je zou zeggen, dit is een bokbiertje, zou ik je ook geloven. Het is niet speciaal een winterbier. Ja, wat vind ik dan speciaal een winterbier? Er zitten wel wat meer kruiden in het aroma, dus iets als kaneel of zo, of gember of whatever. Dat vind ik meer winter. Winter! Winterbieren. Cheers, ik ga hem proberen. Ja, ik vind hem niet echt heel kruidig, dat vooropgesteld. Ja, ik proef de karamel. Er zit schijnbaar misschien een appelschil in. Dat proef ik niet. Nee, ik proef het niet. Water uit de kraan. Oh, dat klinkt echt des te lekkerder, ja. Maar goed. Ik proef geen kaneel. Zit er volgens mij ook niet in. Ik proef wel iets van. Ja, wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat je ook vaak in blonde bieren proeft eigenlijk, maar dan verwacht ik dan weer niet speciaal in een. In eerste instantie kruidig bier, naar mijn idee. Hij is gewoon totaal niet kruidig, hij is zelfs waterig. Maar waar de fuck kan ik niet op komen? Ik zeg al, wat je heel vaak in blonde bieren ruikt. Gelijk dat je denkt van, ah, dat is dat. Misschien ook iets van gember. Dat zou wel kunnen dat dat erin zit. Maar ik kan er verdomme niet opkomen. Wat vaak in blonde bieren zit. Tenminste in zwaar blonde bieren. Ja, ik heb het in de reviews hiervoor zelfs nog gezegd. Dus dat is gewoon, vind ik gewoon extra stupid voor mezelf, moet ik eerlijk zeggen. We gaan gewoon net zo lang wachten tot ik.
Ja, maar kom, want ik moet er gewoon opkomen tijdens deze review, weet je. Cardamom denk ik iedere keer, maar dat bedoel ik helemaal niet, joh. Heel veel. Nou ja, laat maar zitten. In ieder geval, het smaakt meer naar de fruitige kant toe. Dan naar de fruitige kant toe. Zelfs een beetje water, dun qua structuur, niet kruidig. Ik vind dit niet zo. Maar vind ik de Texelse bierbrouwerij wel oké, maar ook niet echt dat je denkt van wauw, maar dit is bier van Texel. En dit is Texelaar familiebrouwerij. Dus dat is weer een andere brouwerij. Ja, maar wel alle twee van Texel. Ja. Ik ga mijn eindcijfer geven. Mijn eindcijfer wordt... 'Koriander'. Wat een raar eindcijfer. Ja, maar dat bedoelde ik. 'Koriander'. Het is 'Koriander'. Mm. Een 6. Op schaal van 10. Dat is nog steeds oké. Okay, een 6 is denk ik ja, net geen drietje. 2,75 op een tap. Ik doe niet meer aan een tap. Dus als je nou denkt, wat is die roos daar niet actief? En wat heeft hij weinig gezopen? Nee, dat is nog niet de helft van wat ik in mijn leven heb gedronken. Waarschijnlijk net een kwart. Dus zie het op die manier en dan heb ik er redelijk veel op. En nee, daar ben ik niet trots op. Een tap is ook al zo'n app waar je gewoon trots wordt en veel zuip. Ben ik ook niet echt een grote voorstander van. Geniet en drink met mate. Ja. Dus als je zo begint te praten als ik nu, dan voel je me wel hangen. Nee, ik voel hem niet hangen. Ja, wel een beetje, maar ik ben gewoon ontzettend moe, joh. Ik was er vroeg uit, ik heb kort geslapen en ik wil nog even een review doen, dan krijg je dit. Nou ja, goed, alles is puur hier hè, bij Randy's Bierblog. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Laat even weten wat jij van deze scherpe kop vindt. En tot de volgende ronde. Duimpje omhoog, abonneren. Als je nog geen abonnee bent, want je kan moeilijk dubbel abonneren. Zeker doen, super gezellig, al zeg ik het zelf. Doei doei, tot de volgende keer.